kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vanavond in Focus, 22 februari, opening studentenflats, FITS wel degelijk op de hoogte van oplossing grondrechtenproblematiek, wederom fragmenten van de klimaatconferentie en reorganisatie bij de Tourtonnenmarkt. Hier volgt een persbericht afkomstig van de regering van Suriname. De regering wenst te benadrukken dat er absoluut geen reden is om bezorgd te zijn over de ontwikkelingen van de economie en roept de burgerij op om geen geloof te hechten aan voorspellingen over het omhoog springen van de koers. Deze uitspraken hebben als doel om onrust te zaaien en wanorde uit te lokken. De uitspraken van de heer Boussaid en Ramota Singh bij de recente festreceptie hebben totaal geen economische grondslag, maar zijn aangestoken en volgens een bepaald plan om schade te berokkenen. Deze beweringen worden nu geaccentueerd in de politieke reacties op het ontslag van de governor van de Centrale Bank van Suriname. Na de verkiezingen toe wordt alles uit de kast gehaald om de regering een hak te zetten. Dat dit alles in het nadeel van de burgerij valt, deert hen niet. Dit geldt des te meer voor het zeer kwalijk propageren van zware negatieve koersvoorspellingen door de heer Bihari. Deze speculator blijkt personen op te bellen om het koersvluchtgerucht te verspreiden en aan te zetten tot valutajacht. Zo wil deze man daadwerkelijk de koers opdrijven. Dit heeft politieke doelen, maar ook een eigen winstbejag, omdat de dollars bij hem opgekocht kunnen worden. De regering wenst te benadrukken dat de financiële instituten zijn geïnformeerd over de way forward na het ontslag en dat de boventoon in deze gesprekken is de wil om met elkaar samen te werken om de economie verder te versterken. De banken hebben benadrukt dat rust en koersstabiliteit voor hen van essentieel belang zijn voor de bedrijfsvoering en dat er gestaag gewerkt zal moeten worden aan knelpunten in het betaal- en kasstortingenverkeer. Ook adviseren zij de overheid om een gebalanceerd financieringsbeleid te voeren. De cambio's hebben uitgesproken een volwaardige en stabiliserende bijdrage aan het totale SRD en vreemde valuta geldverkeer te willen leveren. De regering waarborgt een ordelijke overdracht en dat de centrale bank conform de bankwet haar taken zal blijven uitoefenen. President Desiree Delano Bouterse heeft tijdens de HFLD-klimaatconferentie op donderdag 14 februari deze internationale bijeenkomst toegesproken. Suriname vervult tijdens deze beraadslaging een belangrijke rol, aangezien wij als land over de hele wereld over 93% bos beschikken. We nemen u terug naar enkele belangrijke momenten tijdens deze internationale conferentie. Wat wij hebben proberen te doen, is om de kleinere landen met die offers brengen, ze bij elkaar te brengen en zeggen, jongens, het is wel leuk dat jullie allerlei mooie conferenties houden, maar laten we kijken op welke wijze jullie ons kunnen helpen. Wat kunnen jullie doen aan capaciteitsversterking, wat kunnen jullie doen aan training verder, wat kunnen jullie doen aan toegang tot financiële middelen om onze landen die bedreigd worden, om ze effectief te kunnen helpen. En ik denk dat deze conferentie wat dat betreft helemaal aan zijn trekken is gekomen. Met 93% aan bos, hoe belangrijk is Suriname voor die andere landen? Met 93% aan bos, kijk, wanneer we weten dat Suriname de nummer 1 land is in de wereld wat betreft het bedekken van de landmassa met tropische regenwoud,
dan betekent het dat we een enorme waarde toevoegen aan de planeet. Nou, wat wij vragen is, laten we de waarde wetenschappelijk vastleggen en laten we de waarde compenseren. Want het is het Surinaams volk dat het offer brengt voor de wereldgemeenschap. En laat de wereldgemeenschap dan een gebaar maken om de landen die de offers brengen, om die te ondersteunen. Een van de markante momenten tijdens deze conferentie is de jeugd. Hoe kijkt u daarnaar? We zijn heel erg trots. Niet alleen maar omdat we portfolio hebben over de jeugd, maar de bijdrage van de jeugdigen is zeer goed overgekomen, heel sterk. En dan ben je natuurlijk als voorzitter van de jeugd eigenlijk ben je bijzonder, bijzonder trots. En op dat stuk moet ik zeggen dat Suriname men heel erg veel waardering heeft en respect heeft voor Suriname. Dat wij proberen de jongeren in structuren te plaatsen, de jongeren te betrekken, de discussies met de jongeren zoals wij die kennen. Binnen eigenlijk, in elk geval, laten we praten over onze organisatie, is eigenlijk ongekend. Je hebt nog landen die nog steeds bijna geen, de jongeren niet serieus nemen. Ik moet wel zeggen, men heeft na de bezoekjes hier gezien hoe wij met de jongeren omgaan. En men is daar bijzonder van onder de indruk. En we hopen dat we dat overnemen, want daar gaat het uiteindelijk om. De tijd vliegt zo om en voordat je denkt zijn de jongeren, die zijn dan de leiders. Het is ook goed dat ze heel vaak of heel vlug in het proces worden gezet, zodat ze fouten mogen maken. En in het proces zijnde, zoals ik al eerder zei, is dat ze de fouten die wij gemaakt hebben, dan niet hoeven te maken. Het is een enorme wisselwerking. En kortom, we zijn heel erg blij dat we jongeren in onze portfolio hebben. En ze doen het goed. De 14-jarige Matthijs Samuel van Suriname heeft ook geparticipeerd tijdens de internationale klimaatconferentie. Matthijs, hoe is dat voor jou geweest om voor alle buitenlandse gasten te staan en een presentatie te doen? Het was heel leuk om te horen wat de buitenlandse gasten te zeggen hadden. En de overeenkomsten tussen wat zij gezegd hebben en tussen wat jij zelf denkt te zien. Ja. Waarover heb je gespeeched? Ik heb gesproken over de schoonheid van Suriname, maar ook over de gevolgen van, ja, ik, het geloven dat alles goed gaat, dat is, maar het is niet zo. Er zijn meerdere dingen die beter kunnen, dingen waar wij ons bewust van zullen moeten gaan worden. En ja, ik hoef niet per se degene te zijn die het zegt, maar het moet wel gezegd worden. Wat wil jij zeggen aan Surinaamse jongeren? Ten aanzien van het klimaat? Jullie groeien erop in. Het is jullie omgeving. Jullie zullen de rest van je leven ermee moeten omgaan, ermee moeten dealen. Dus als jullie zelf input geven, zelf proberen het te behouden, dan denk ik dat jullie er allemaal van zullen, de voordelen ervan zullen krijgen. The problems with climate change are so dramatic that he really does anything working with all governments, NGOs, organizations that are working on this area together to build up the momentum that actual changes are happening. He keeps saying it's 5 minutes to 12. Things are very, very serious, but because so many, there is so much at stake, interests, economic interests, political interests, not everybody likes to change
as yet. So there is an enormous temptation of postponing measures that would be unpopular on the short term, but necessary very critically. So Pope Francis leads the church in picking up its responsibility for contributing to a better world, and that the climate and the environment are one of the most important issues. They will affect the poor the most. He keeps saying that it will be the poor countries, it will be the poorer regions. Already now there are regions in Africa where poor farmers have to leave their farming lands because of drought and all results of climate changes that they didn't cause. They were caused in an industrialized world where there are enormous amounts of carbon emission, CO2 emissions, and the results, the consequences are especially hard on the poorer countries, which do not have have industrialization. So Pope Francis wrote an encyclical, which is an official church document with official teaching, in which he mentions that as well. He says there are those who have polluted the most are the industrialized countries, who in the 19th century started with heavy industrialization, and they must pick up their part of the responsibility. And that's what this conference is about, that the countries which have large forest coverage and low deforestation, and therefore whose forests contribute to mitigating the carbon in the air, and therefore crucial for the climate to kind of try to keep the consequences of climate change manageable. Those countries do not see that actually the richer countries, industrialized countries, actually do the part that they promised they would do. Het ministerie van regionale ontwikkeling is belast met het uitvoeren van het grondrechtenvraagstuk. We praten met de minister Edgar Dikan, die ons alles vertelt over de verschillende commissies die zijn ingesteld en het werk dat uitgevoerd zal worden om te komen tot de oplossing van dit probleem. Laat me er dit van zeggen dat we op de eerste plaats in een rechtsstaat leven. Het moment dat men zich beknot voelt in zijn of haar rechten, is de gang en het democratisch recht eigenlijk van ieder om naar de groene tafel te stappen en hun recht te zoeken. Dus dat kunnen we. Treft niemand een blaam wanneer iemand die stap wil ondernemen. In deze specifieke geval kan ik wel aangeven dat we sinds december 2016 dat de FITS deel en onderdeel is van waarmee we bezig zijn, van het beleid op dat stuk van erkenning van de rechten. En het vonnis ligt daar en we hebben samen met de FITS, hij zat ook in de presidentiële commissie, nadien zijn er resultaten uitgerold van het werk dat verzet is daar. En als uitvloeisel daarvan hebben we gekregen een gezamenlijke verklaring die we getekend hebben. En ook aangeboden aan de president en een stappenplan. Dat is ook gepresenteerd aan de regering, de RVM. En samen met de FITS ook hebben we dat gepresenteerd. We hebben daarna de verschillende commissies die zijn uitgerold uit het stappenplan, hebben we dus geïnstalleerd. En de FITS ook actief geparticipeerd. Dus het werkt bij mij op de eerste plaats bevriending op. Dat we toch wel vanuit de media dat moesten
horen. En ook dat we helemaal niets hebben gedaan voor het uitvoeren van het vonnis. Dat wekt echt bevreemding op. Wij hebben natuurlijk als het vonnis om het uit te voeren. En niet alleen het Kalinia Lokono vonnis, maar ook het Samaka vonnis. Waarbij duidelijk is aangegeven dat de staat Suriname, de Republiek Suriname, de rechten van inheemse en tribale moet erkennen in Suriname. Dus wij gaan door. Wij zijn niet op het pad van confrontatie. Maar ik denk dat de gemeenschap toch wel het verhaal vanuit de andere kant ook objectief verdient. Dus vandaar dat we gemeend hebben om ook via uw medium de gemeenschap te informeren. Ja. De Student Housing Campus Village, beter bekend als de Studentenflats, wordt officieel opengesteld. De opening is op vrijdag 22 februari 2019. Niemand zo trots als de minister van Onderwijs. We zijn heel blij dat het eindelijk zover is. Dat we alle hobbels die er waren hebben kunnen overwinnen. De president zal inderdaad de sleutels overhandigen aan de studenten. Ze staan nu al allemaal geregistreerd hoor. Dus, maar dat is dan formeel dat de studenten daar kunnen wonen. Het bestuur dat we hebben het Student Housing Village Camp. Student Housing Village Campus genoemd, ja. Het is echt een dorp. En oh, je moet straks ook kijken, ze hebben zelf ook een logo ontworpen. Super, ik ben zo trots op de studenten. En ze zijn er echt ready voor, ze zijn ook happy. Het bestuur is dus in place. Het bestuur, er is een vertegenwoordiger van het kabinet van de president, een vertegenwoordiger van de studenten van de universiteit zelf, een vertegenwoordiger van het ministerie van OW, ministerie van Onderwijs heeft twee vertegenwoordigers. En die hebben allemaal hun taak. Ze krijgen volledig, het bestuur krijgt volledig de bevoegdheid om dit alvast te gaan managen, om toezicht te houden. We hebben ook al via de advertenties het uitvoerend team geselecteerd. Er komt dus een directeur, iemand voor de techniek, want onderhoud van dit geweldige gebouw, wat we hebben neergezet, want het is echt crème de la crème. Je weet, als de president iets wil, dan wordt het echt super. En dat is het ook. Maar iemand voor onderhoud, iemand om met de studenten te praten en te begeleiden. En natuurlijk de administratieve zaken, die zijn in place. We zijn nu bezig met de tender voor de keuken. Want ook de keuken is geweldig. En de tender voor de laundry service. Er gaat eerst gebeuren dat het ministerie van OWTC het overdraagt aan mij, aan het ministerie van Onderwijs, waarop ik dan weer overdraag aan het bestuur, want zij gaan dat beheren en toezicht daarop houden. En de president zal dan de sleutels geven aan de studenten. Maar wat er ook gaat gebeuren direct, is dat we ook middels onthulling van een plakkaat de tweede fase gaan inluiden. En dat heeft te maken met nog meer flats. En ook dat gele gebouw is daarin meegenomen. Want dat staat er ook zomaar al voor Niemendaal. Dat gaan we ook meenemen. En de tweede fase daarvan is dat er een auditorium komt. En ook dat is crème de la crème. Het is echt super. Weet je, wat we doen. En we hebben heel veel vertrouwen in die LR-groep, omdat wat ze hebben neergezet nu met Surinaamse deskundigheid en ondersteuning, maar het kan binnen de timing, het kan binnen de begroting en het kan kwalitatief super. En ik denk dat we daarvan moeten leren. Wanneer je zaken goed plant
en goed monitort, dan krijg je kwalitatief een goed product. En we moeten geen genoegen nemen met minder. Maar nogmaals, die Elagoop heeft geleid, maar het zijn wel de Surinamers die daar hebben aan gewerkt om dit neer te zetten. Super. Dus we zijn er heel trots op. We zijn vooral heel dankbaar dat dit lang gekoesterd streven van de president nu eindelijk ingevuld wordt. Maar nogmaals, om 4 uur uit je bed te komen, om naar de universiteit te komen. Kinderen gaan zo heel anders gemotiveerd worden om te studeren. Dat is echt iets geweldigs. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat we ook kijken naar de studies op de universiteit. Maar dat is gaan we een andere keer over praten. Het commissariaat Paramaribo Noordoost heeft in het kader van de ordening van overheidsbermen, waar er economische activiteiten worden ontplooit, een reorganisatie aangekondigd van de Tourtonnenmarkt. Wij zijn benieuwd naar wat deze reorganisatie precies inhoudt. We zijn al begonnen. De reorganisatie houdt in, als we bijvoorbeeld nemen de Tourtonnenmarkt, want dat is nu eigenlijk het punt waarover heel veel besproken wordt. Tourtonnenmarkt is een tijdje begonnen, is de zogenaamde vlooienmarkt. En het is dan langzaam aan het gaan uitgroeien. En met de dag wordt dan steeds een groter stukje van de Tourtonnenland bezet door mensen die op een of andere manier proberen aan hun dag opbrengst te komen voor de zondag. Het wordt maar alleen op de zondag gehouden. En uiteindelijk zijn er een aantal dingen zich gaan manifesteren. Vuil bleef daar, de mensen moeten kunnen een sanitaire stop kunnen maken. De bermen werden, gaan dan ook slijten. Dus zijn een aantal dingen, de rioleringen. De mensen komen daar, er is verkeer dat gaat. Dus ook een stukje verkeersveiligheid moet meegenomen worden. Dus in dat kader van het alles hebben we dan gemeend om te kijken wat we ermee zouden doen. We zijn ongeveer iets langer dan een jaar geleden begonnen met de organisatie, een stichting die eigenlijk vanaf het begin zich had voorgenomen om eigenlijk op te komen voor de venters. We hadden gesproken en hadden we de vergunningen klaargemaakt voor de mensen, vergunningen verdeeld. En dan zouden de mensen penningen betalen en dan zouden wij beginnen met de rehabilitatie van de bermen en ervoor zorgen dat alles een beetje netjes ging. Maar dat is een beetje stroef gaan lopen vanuit de stichting. Maar ja, overal waar er gewerkt wordt, heb je dingen die een beetje vastlopen of die een beetje minder snel gaan. Maar op een gegeven moment groeit de markt door en hij gaat dan een beetje uit zijn voegen groeien. En dan moet je hem gaan beperken. Niet beperken dat men niet meer mag verkopen, maar dat je hem zodanig gaat brengen dat tot beheersbare proporties. Dus we hebben gesproken met de organisatie, de vereniging die belast is met vertegenwoordigen van de mensen. En we zijn gekomen tot bepaalde conclusies. De voorstellen waren als eerste een gedeelte van de Tourtonnenland afsluiten, zodat geen verkeer daar zo komt en dat het bewegen voor de mensen makkelijker is en dat de mensen daar buiten brengen naar waar afgesloten is. Dus als we dan een stukje van de weg afsluiten, dan zetten we dan in plaats van de verplaatsbare toiletten op de berm van de mensen, want niet iedereen wil zo'n toilet voor zijn huis hebben, dan kunnen we het wel op de straat zetten. We hebben dan een bedrag afgesproken met de mensen van de vereniging. Dat is 35 SED per dag. En dus dat is alleen op de zondag. De markt is niet elke dag, de markt is alleen zondag. Dus als men zondag komt, betaalt men die 35 SED. En daar tegenover komt op termijn, gaan we dan de middelen gebruiken om die bermen een beetje netjes te maken enzovoort. Want alles kost geld. Het geld moet ergens vandaan komen. En als je daar werkt, toch, en vandaar verdien je geld, toch, en de berm zorgt ervoor dat je daar kan staan en je geld kan verdienen, dan moet je dan wel niet erg moeten vinden om wat terug te geven aan die berm die ervoor zorgt dat je geld kan verdienen.
Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goeiedag.